We zijn hier te gast geweest bij de Gorgan University, University of Agriculture Sciences. We kwamen rond een uur of zes aan. Hele grote stormbanners zagen we weer staan. En ja, eigenlijk is dat natuurlijk waanzinnig. We zijn hier een uurtje eigenlijk voor een programma en je ziet hoeveel moeite ze daar al in steken. Normaal gesproken laden we met krachtstofkabels. Die hadden het hier niet. Terwijl hier wel de stroomvoorziening aan kan. Dus we hebben een van onze kabels opgeofferd. En die hebben we gewoon rechtstreeks in de muur hier geschroefd waar het stroomgebouw binnenkomt. Dus het is niet meer helemaal gezekerd. Het is misschien niet helemaal oké, maar het werkt. We zijn laden en de elektricien van hier vond het goed. Dus nou, het werkt. We kunnen laden. We kunnen morgen weer rijden. Het eet eindelijk iets anders dan kebab. We hebben natuurlijk ook gezegd, ja, we eten hier eigenlijk alleen maar kebab en rijst. Nou ja, de rijst die was er nog steeds, want daar kunnen ze niet zoveel aan doen, denk ik. Maar wel met vis, dus een lekker visje erbij. Yeah, it's been really nice to have you here, boys. I hope you have a good journey in my country. Nothing bad happened to you. I am sure this is not gonna happen. And that is all. Thank you very much that you come to my country. We gaan vandaag naar Kushan. Dus iets langer rijden dan gisteren, 450 kilometer volgens mij. Dus we gaan nu eventjes de busjes vol tanken en dan gaan we weer een mooie trip tegemoet. En morgen verlaten we dan Iran voor Turkmenistan en dan gaat het avontuur weer door.